up your clappers with the blue side up, ladies and gentlemen, because the team in blue is coming. Quickstep Alpha Vinyl. Een talent is vertrokken in de Vuelta a España. Remco Evenepoel is de naam. Geen idee waar het schip zal stranden, want de verwachtingen zijn er. Goede tijdrit gereden, geen tijd verloren, niet gevallen. Dat is een heel belangrijk punt. Het is de eerste aankomst bergop, dat op dag 6. Het is de berg van de waarheid. En de versnelling nu daar van Remco Evenepoel. Roglic mee. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Dan gaan ze eraf rijden. Ja, ja, Roglic en Sivakov. Het is aan het gebeuren. Roglic en Sivakov. Dat gaat de burger moed geven. Roglic op een minuut intussen van Evenepoel. Dit de morele winnaar van de dag. Hij komt uit Schepdaal. Het is Remco Evenepoel. Evenepoel pakt rot. I'm proud to be leader. It's a big dream coming through. I think what I'm showing today is maybe one of the best things I actually did on a bike. Remco die nog heel lucide zit te kijken. Nog geen spatje vervallen op dat gezicht te zien. Nou, wie probeert, wie riskeert. Ja, wie durft. Dit is een cruciaal moment. Ja, Roglic moet de twee laten gaan. Wegrijd van Mas. Ja, Evenepoel is weg. Blik op oneindig, blik vol vertrouwen. Kijk en blinken. Hij rijdt nu iedereen uit het wiel. Dat is de eerste keer in deze ronde van Spanje dat hij alle andere klassementsmannen achter zich laat. En wordt vierde en is met voorsprong de heerser van het moment in de ronde van Spanje. Remco Evenepoel, rules. De Vuelta is van hem tot nu toe. Ik ga de vraag stellen die je nog meer gaat krijgen. Nu kan je de ambities uitspreken. Ja, ik denk het wel. Het is nog wel te lang, ik kan nog altijd een slechte dag volgen, maar wat ik kan nemen, kan ik nemen. Dat hebben we van in het begin van de Vuelta gezegd. Gespannen blik en vertrokken Remco Evenepoel. Misschien wel de tijdrit van zijn leven. Bij het tweede tussenpunt steekt Evenepoel er met kop en schouders bovenuit. In zijn allereerste tijdrit in een grote ronde die hij wint. 48 seconden onder de tijd van Roglic. Hij verstevigt zijn leiderstrui. We zijn bijna half koers in deze ronde van Spanje. Dit is een Evenepoel om u tegen te zeggen. Ik ben super gelukkig. Het was echt een groot doel van mij om deze tijdrit te winnen. Nu gaan we gewoon vechten en proberen om door de ploeg de eerste grote ronde te winnen. Dat gaan we nu echt proberen. We kijken naar de eerste rij van het peloton. Daar zien we de rode leiderstrui en hop. Zo gaat Remco Evenepoel onderuit. Die motto's, man, ze staan hier allemaal stil. One down, weer een streepje dat je mag afvinken. Ja, dat klopt, maar je kunt ook letterlijk zeggen vandaag, hè? One down. Gelukkig is dat ik nog op mijn spier ben gevallen, dus niet op het bot. Dus ja, eind goed, al goed. Ah, versnelling van, Roglic. Roglic opent de debatten. Eerste moeilijk moment van Remco Evenepoel in deze ronde van Spanje. En dit beeld spreekt boekdelen. Daarnet nog heel veel vertrouwen en kracht uitstralen. Dit is een heel klein moeilijk moment. Ja, heel moeilijk moment. Hier komt Evenepoel. Dan verliest hij 47 seconden. Heeft hij in de slotfase het verlies beperkt. Ja. Conclusie van de dag, nu al. Deze Vuelta is bij lange na nog niet gespeeld. Het is gewoon de voet van de klim aanvallen van in de beginnen. Nog eens een tussenversnelling van Roglic. Van Roglic. Evenepoel heeft de zaak op dit moment eigenlijk wel onder controle. Ja, ja, ja. En nu gaat Mas. Nu gaat Mas. Ja, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Ja. Oh, versnelling van Roglic. Ja, Roglic en O'Connor en Evenepoel die dan een gaatje moet laten. Nee, tempo, dat is goed. En waar stopt de klok dan voor Remco Evenepoel, die leider blijft in de ronde van Spanje en dit deze Vuelta nog altijd kan winnen? De 16 seconden op Roglic en 38 seconden op Mas. En heeft hem een geweldige etappe gereden. De marage van Roglic op links. Ja, daar lijkt het op, ja. Roglic. Roglic, absoluut. En dan toch Roglic. Primož Roglic op zoek naar extra seconden. Oeh, en een mechanisch probleem. En dat is dan in de laatste 3 kilometer.
Maar hier nog een probleem voor Evenepoel. Lek. Wat gaan ze daarmee doen? Ja. Dan verliest hij sowieso tijd, denk ik. Binnen de 3 kilometer. Ik weet niet wat ze hiermee gaan doen. Is het Ja. Bekijken. Nu pas wordt hij op gang geduwd. Gaat sowieso met achterstand over de streep komen. Maar het is gelukkig binnen de laatste 3 kilometer gebeurd. Zie je maar, hè. Wat een hopelijk keer geluk je moet hebben. Is dat misschien niet te vroeg? Danny van Poppel zit ook te ver. Oh, de val. Roglic valt hier ook toch. Wat krijgen we hier allemaal in deze etappe? Een biesnummer voor Pedersen. Pijnlijk moment. Ja, ik zou die valpartij wel eens willen zien. Ik weet niet wat er gebeurt. Hij zat in de laatste positie. Bloed op de elleboog. Rijdt hem daar gewoon ergens tegen iemand zijn achterwiel of wat gebeurt er eigenlijk? Goh, maar kijk hier eens. Ja, dat is een ferme val. Goed, dit is niet goed. Het is een hele zware val. Je moet echt even bijkomen. Hè. Is er echt niet goed van, zo. Dit is een... Almeida kijkt achterom. Ja, Remke, kijk naar zijn metertje. Ja, we hebben nog een kleine 5 minuten koers, toch? Zit daar nog een seconde tussen? Het zou kunnen. 10 seconden ongeveer. Om te testen. Gaat zelf. Kijk hier eens. Demarrage Remco Evenepoel. Ik zal het zelf doen. En dan moet Mas uit zijn hok komen. De aanval is de beste verdediging. Ja, als je de verschillen ziet, dan kan er nu nog op heel korte tijd van alles gebeuren. Is dit denken aan de ritwinst? Ik denk van wel. Ja, en pas op. Verona moet er nu nog voorbij, maar hoe lang kan die dat blijven volgen? Dat wil zeggen dus dat hij zichzelf kent en denkt bij zichzelf, dit kan ik voor zo lang en zoveel kilometer aan dat vermogen. Hallo. Op 8 kilometer van de streep gaat hij dat groepje met O'Connor en Arendsman bijbenen. En de manier waarop hij daar naartoe springt, schijnbaar moeiteloos. Hoppa. Aansluiten. En erop en erover. Opgepast. Opzij. Hij zit daar even ingesloten. Hoppla, erop en erover. Omen voorbij. En die mannen willen mee. En kunnen ze mee? Ze moeten mee. Ja, maar hoe lang gaan ze mee? O'Connor, Arendsman, Hindley. Ja, die gaan hem allemaal helpen als het kan. Hè. En Mas, waar blijft Mas nu? Even uitzoomen. Geef ons dat totaalbeeld. Wat is de schade? Daar Omen, die zat bij de 42. En hier is Mas. Ja. Met Oeran. Oeran, sterk Vuelta-slot. Mas keert terug met hulp van Verona, Carlos. Evenepoel meteen weer mee. En Mas blijft maar geven. Dat is beuken. Dat kan nog heel nipt worden voor Robert Gesink. Als Mas daar zo blijft geven. En de rest eraf, Lopez er ook af. Met z'n tweeën alweer. Wat dan weer in het voordeel van Gesink kan zijn. Dat is gedaan. 10 seconden, José. We komen vlakbij, 700 meter nog. Voorsprong gehalveerd en dat in 300 meter. Weer versneld Mas. Remco moet zich klein maken. Remco maakt zich klein. Nou, op deze manier piloteert Mas Evenepoel naar ritwinst. En Gesink is er aan voor de moeite. Ze gaan er naartoe. Het is niet te geloven. Robert toch. We gaan een sprintje krijgen tussen Mas en Evenepoel voor de ritwinst. Tenzij ze hem die ritwinst gunnen. Zou het kunnen? Anno 2022? Denk van niet. Mas gaat er naartoe of probeert er naartoe te gaan. Hij gaat er naartoe. We krijgen een sprint met 3 en het vat is leeg bij Robert Gesink. Kan je er verdorie bij komen? Ja, pas op. Mas of Evenepoel voor de etappe? Ik ben benieuwd. Evenepoel kan hier nog extra bonificatieseconden pakken. Ik vraag het me af. Wat maakt het uit? Hij neutraliseert Mas. Ik weet het. En Gesink nog altijd aan het geven. Mas moet oppassen. Laatste bocht, Gesink van aan de leiding. En daar komt Evenepoel uit het spoor op zoek naar zijn tweede ritwinst. Hij heeft al de tijdrit gewonnen en gaat hier zijn tweede ritwinst in deze Vuelta boeken. De bocht, de laatste meters. Mas is losgegooid. Hier komt de tweede voor Remco Evenepoel. Bonificatieseconde erbovenop. Het is voor Evenepoel zijn tweede ritwinst in deze ronde van Spanje. Op de Alto de Piornal pakt hij extra seconden en controleert hij deze Vuelta meer dan ooit. It's really, I think, a new achievement in my life. Klaas said that I was gone with Hendrik, so that's the moment that I made a click and told to myself, now you go for the stage as well. Because winning a mountaintop in a red jersey is amazing, and
Yeah, Henrik is a really fair play guy. Like, in the end, we worked together to go for the stage win because he also wanted to try and go, but in the end, it's a sprint. And I think it was a big race from the team. Perfect day. I think this was the most perfect day ever. Goed geslapen en de zenuwen zijn toch wel iets hoger dan de afgelopen weken, maar dat is denk ik logisch. Eigenlijk is het een rit zoals alle anderen, maar het is gewoon de laatste. Dus de laatste echte voor het klassement. Dus dat zorgt ervoor dat er een bepaalde mix van emoties door het lichaam gieren. Mas nu zelf. Dan is die een man tegen man. Evenepoel mee. O'Connor moet dan een gaatje laten. Arendsman, dan komt Ayuso. Voorbij Pinot. Aanval Mas op de voorlaatste beklimming. Net wat Evenepoel voorspeld had. Verrast kan je hem niet noemen. Hoe lang gaat Mas dit doen? Het ziet Mas. Hij gaat nog voor plek 1. Ja, absoluut. Fantastisch. Evenepoel, dit is... Ja. Kijken naar Mas. Hoe zit het? Ja, Lopez. Dan krijgen we toch nog een finale met Ayuso. En dan moet met tijdboot. Mas mee. Valverde weg. Evenepoel. Almeida. Die mee wil. Dat was toch bijna onvermijdelijk. Dat is voor Ayuso. En Remco Evenepoel wint morgen de Ronde van Spanje. De schavuit van Schepdaal gaat het doen. Deelbeek mag er trots op zijn. Vlaanderen, België, de hele wielerwereld. Dit is een fenomeen. Niet in wording, hij is al. I don't know what's going through my head and my body right now. It's amazing. All the critics I got, all the, you know, all the bad comments since for last year. I think I finally delivered and I answered to everybody with my pedals. And I've been working so hard to come here in the best shape as possible and to now win. To now win this World Ties is just, it's amazing. It's actually my first Grand Tour starting healthy, so I'm really happy to be the first guy to win a Grand Tour for Patrick as a CEO. And again, for Belgium, just for my country and for my teammates, you know. And Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Thank everybody in Belgium for the support, but I will thank some people specifically. First of all, I have to thank my fiance that I'm gonna marry in a few months. I think she's for sure the biggest support I can get, as well as are my parents. I think I cannot do anything that I did here without those people, and then for sure my teammates, they will also come later on the stage, so I think later we can celebrate them. But my teammates, my team, I need to thank them for everything they did for me the last 3 weeks. And also my two competitors here, they were really strong the last 3 weeks, so big congrats to them also. I think Spanish cycling is looking really beautiful for the next few years, so for now I'm really grateful to win this Vuelta. And maybe see you next year, maybe not, I cannot promise, but thanks for everything and hasta la fiesta, no? Hasta la próxima!
Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like achterlaten mag altijd, volgen kan hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Nu of klik hier.